We gaan vrolijk verder vandaag in Maman Tentaki. Ik heb op bezoek een topper van de politieke partij ABOP. En dat is Obed Kanapé. En met hem gaan we praten over een activiteit dat op komst is binnen de politieke partij. Ja, de verschillende partijen die zijn dus bezig. Diverse activiteiten richting de verkiezingen worden natuurlijk er extra activiteiten uitgevoerd. En ja, zo wil toch elke partij zijn beleidswijze toch wel presenteren aan de samenleving. Hij is ook DNA-lid, heer Kanapé. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Goedemorgen, Gengeling. Met mij gaat het heel goed. Hoe gaat het met de partij? Het lukt uitstekend. De trendsetter is nog steeds bezig. En zoveel als mogelijk brengen we nieuwe dingen wat we kunnen creëren vanuit de jongeren, vanuit de vrouw, vanuit alle hoeken van die organisatie proberen we dat te doen. Ja. Ja. Op basis waarvan zegt u dat de ABOP de trendsetter is? Ik zeg dat omdat we vrijwel heel vernieuwend zijn met onze activiteiten. Vanwege het feit dat met dit nieuwe stelsel we een hele andere approach moeten hebben met betrekking tot campagnevoering. En als je merkt de wijze en ook die tempo waarmee we heel veel activiteiten zijn begonnen. En nu zien we bepaalde politieke organisaties dat ook oppakken. Dus ik denk op basis daarvan is de ABOP de trendsetter om die samenleving te bewegen van op een dag 25 mei zal je een keuze moeten maken en wij bieden ons aan. En dat doen we de afgelopen periode. Proberen te doen met vernieuwende manieren van dingen aanpakken. Ja, we praten over een gala night dat op komst is binnen de ABOP. Ja. Ubuntu. Ubuntu gala night. Ja, wat betekent Ubuntu? Ubuntu, die gedachtegang erachter is Mide, because Yusre Fide. We zijn er voor elkaar. I am because we are. En het is een pan-Afrikanistische gedachtegang vanuit Zuid-Afrika, waarbij die samenleving geleerd wordt om van elkaar te gaan houden, om samen te werken met elkaar, uit te wisselen met elkaar en elkaar te ondersteunen waar het nodig is. Om samen verder te komen dan waar we zijn begonnen. En het heeft ons, die gedachtegang van de ABOP ook, zeg maar, het representeert het. Vandaar dat wij daarvoor hebben gekozen. En als je het ook anders brengt, betekent Itjaring Koinasranantoe, Ubuntu, wij zijn ook goed. De ABOP is ook goed voor jou. Als alle anderen zich goed presenteren, dan zijn wij ook goed voor jou als samenleving, om onze samenleving te verheffen. En dat is dat nou aan voor de Sansan Bewega, aan Ning, die zie ook te voor Aneti. En ja, dus dan gaan dat twee moving gomorrow varen. Ja. Hoe moet toch wel die avond eruit gaan zien? Vertel ons een beetje. Die Ubuntu-gedachtegang willen we ook brengen in de geest van die Makandi. Willen we brengen in die eenheid-gedachtegang van de partij, om verschillende culturen het platform te bieden dat mensen Suriname zien zoals Suriname is. Niet beperkt tot een bepaalde bevolkingsgroep of wat dan ook. Dat we allemaal hier samen zijn met elkaar en uiteindelijk zijn we allemaal voor elkaar. Als we allemaal voor elkaar zijn, dan komen we veel verder met elkaar. En als je kijkt naar die invulling, zullen we de verschillende culturele groeperingen hebben in Suriname. We zullen ook kijken om zij die ons zijn komen joinen, de nieuwe groeperingen, de Haitiaanse groeperingen, de Braziliaanse gemeenschap, om allemaal daar te brengen als dit is Suriname. En zoals we het hebben. En dat zo aan kleur aan het. Dus we mogen kijken naar een avond vol dans, zang. Dans, zang, poëzie. Allemaal aan elkaar gereikt met die gedachtegang, eenheid. Dus Theo je redden poko je retak de karufu. Hoe moet ik kom? Kom bondro kom je toeschrijven. Kom controle moro bigi familie. En de ABOP is die familie voor jou. En waarom, we zijn met open armen. Waarom kiest de ABOP ervoor om
geen, niet, niet, want dit, wat praten je in dit geval niet, hè? Echt over een politieke campagne. Hè? Het is gewoon een andere soort avond. Een vraag van die gemeenschap is altijd geweest, waar is die partijcentrum van de ABOP? Uh-huh. Omdat de ABOP gaat naar de mensen toe waar de mensen zijn. Uh-huh. Dat is onze approach altijd geweest. Uh-huh. Waar de mensen zijn, daar zetten we onze activiteit op. If nou aan het we zetten op drap en daar bereiken we de mensen. Uh-huh. Komt een tijd waar je zegt, deze organisatie als de derde grootste organisatie, politieke organisatie in het land, is tijd dat we ons ergens een thuis maken waar mensen naar ons toe kunnen komen en van waar wij ook onze activiteiten kunnen ontplooien naar de rest van die samenleving toe. En vanuit die gedachtegang zijn deze activiteiten ontsproten. Dit is één van ze. En hierna volgen er meerdere activiteiten, gesloten events met een voor een groter publiek. En dat zal je in de komende tijd zien. Op 25 november is het streven om de eerste steenlegging te hebben van onze partijcentrum. Mm-hmm. En in die trend zal je deze activiteiten hebben. En die approach van de ABOP is altijd om vernieuwend bezig te zijn met die samenleving. En de samenleving uit te nodigen naar verschillende platformen van... Het is niet alleen altijd speech. En een obedkanapje komen, horen spreken of wie dan ook. Van de, soms is het ook goed om mensen bij elkaar te brengen en tot rust te brengen. En met elkaar te kunnen linken, te kunnen netwerken. En met een ander doel dan alleen het politiek idee te verspreiden. Vindt u dat de ABOP anno 2024, want u praat over de verschillende bewegingen die er zijn binnen de partij, wordt de ABOP nog steeds gezien als een marron partij? De ABOP, eigenlijk, wanneer ik het presenteer ik de ABOP nooit als een marron partij. Mm-hmm. De ABOP is ontsproten vanuit die gedachtegang dat wat er is, de gevestigde orde, deelt niet met de rest van die samenleving. Mm-hmm. En de ABOP is van daaruit ontstaan, van wat hier is, Sandedja no eteri uno. En inuans ma die evidence revi niet geteld vanaf toen al ABOP'ers benaderding voor joina organisatie. En het zijn de armen en de kansarmen van die samenleving. En van daaruit is de ABOP gegroeid. En de meest grootste groep van die samenleving, van die mensen, die armen en de kansarmen, dan vind je terug dat heel veel al de Maron daarin voorkwam. Omdat het een groepering is die heel laat bij de ontwikkeling is komen deelnemen. En ook de inheemse, van daaruit. Vandaar dat je dat hebt, dat de basis is uiteindelijk geworden. Maar apratief adinki, dat altijd bij dit aki, ABOP staat voor kansen voor de kansarmen, gelijke kansen voor iedereen. En daarom ook toe in Oestre altijd we vinden tegen een gevestigde orde. Organisaties die het land 60, 70 en veel ouder aan de ban hebben gehad. En wanneer ze praten over ontwikkeling en je terugkijkt en je denkt, is dat ontwikkeling? Dus dat is die gevestigde orde waar de ABOP tegen strijdt. We zijn niet van de gevestigde orde, een jonge organisatie en heel gedreven vanuit die gedachtegang. We moeten deze samenleving bevrijden. En bevrijden betekent niet dat we bereik vrijdagba. En ons aan zijn tanfitiging en verbeteren en dat soort dingen. Maar ABOP zit nu ook zelf in regeercentrum om zaken te veranderen. Ja. Onder andere, zoals u dat zelf aangeeft, wat vindt u zelf? Is dat wel op gang gekomen momenteel, die ontwikkeling? Een moment als 22 november aanstaande, de datum waarop deze activiteit wordt georganiseerd, deze galenheid. Is vooral ook een moment dat zich zal richten op zoiets. Dat we bij elkaar zijn en met elkaar praten van... Wat hebben wij afgelopen 4 jaar met elkaar gedaan voor Suriname? Wat kunnen we veel meer doen als we gaan richting de verkiezingen? Wat heeft de ABOP... Hoe staan wij ervoor met elkaar als familie? Als ABOP vrienden? Als gezinnen vanuit de ABOP? Hoe staat de samenleving ervoor, nu wij 4 plus zoveel jaar gediend hebben, om die samenleving te brengen vanuit een positie van neergang naar een positie van zekerheid en betere stabiliteit. En dat is waar de ABOP nu staat. En 22 november, we hebben het ook over eenheid.
dat na sangwe shit dan de moro belangrijk en prins pari voor attendi de naofesif kon. En sambe de ook toe een belangrijk element met regering is orens revi dat ik omus hori dat ik tenaka bafe na sranang na a eenheid en na sranang na mama denki sa omus charunu. Vandaar dat we doorgebeten hebben en daar waar wij kritiek moesten hebben op alles. Kritiek moet hebben op wat dan ook. Het maakt niet uit als het een partner is of wat dan ook. Als het gezegd moet worden, dan wordt het ook gezegd. Want dat is de nature van de ABOP. We zeggen de dingen zoals het is. En die samenleving proberen wij altijd te bereiken met de juiste informatie. Van wij dienen u. En dit is wat met mij gebeurt terwijl ik u probeer te dienen. En als je kijkt naar de afgelopen periode, dwars door die crisis heen, hebben we die samenleving steeds opgeroepen om voor horiblo en voor hoortijden beden te doen. Want een land leiden uit een crisis is niet een makkelijk ding. Daarom ook even Arke, mijn eerste speech in DNA met ging, president, vice-president, u zult boeten aan populariteit. En het is een eenzame weg om een land te leiden in crisis. Want in crisis, je kiest de moro bij die koskosi, je kiest de moro barbari vali bij makandra, want dat kwinsi ode, na nomo nomo oude. Maar tak nanga uno, tak meku ababribi, peye charugo na wabun presi. En dat is altijd die lijn geweest van de vice-president in zijn speeches. Het woord gegeven om het land te leiden. Geen terug une draaibaka, na goe guanga visi. En dat nou wordt dus aan vice-president dan hori. Ja, waar houden we Ubuntu? De Ubuntu Gala Benefit Night wordt gehouden in Prins Ballroom. Dat is te Zorg en Hoop. En if you're looking, dit is Masan Sabeng Bau of Dino Sabe Ete. Drape hoorde vanaf uit Juru na Neti. Fu koma kandra na nga usrevi. Mas usrevi fu apuam chinso momenti pewe luku bakana. Pisranani en sanasranangi un alamala. En anetis refi anu detak na gratis dens maukong tek prati. Na waneti pewe luku fu moksi anu kona wang. Kari den abop famiri, den abop mati. Alas ma di ondersteuna organisasi of di apuan band na nga organisasi of wan affiniteit na nga organisasi of lobby afas fa abop pe uroko fu kon langa wan anu moksi na nga unu fu a oso fu apartheid di uwan seti meku poten kontak ade wan uroko di un alamaladu tak te yu waka kondrape ye firi tak na wan makandri na makandra u du apis uroko di si meka kon tot stand. Ja, ik denk hem als ik zo kijk, heer Canapé, dan kan natuurlijk Prins Ballroom ook niet ieder herbergen. Ja. Moet men zich al registreren? Hoe geschiet dat? Ja, er is een registratieplicht. We kardensma voor potdening en theopotuning. Dan je kies ook de pedo met contact naar jou. Denk verschillende prijzen die de voor Tafra die ode, voor Sturu die ode. Ik denk dat de wansam voor telek, wan onderu Tafra naar Sturu. Tafra di ode, ik denk fofo na nga dri smaus dona wa tafra. Da je pot juning, dan if je na nga je groep, dan je registreer, dan je de mek contact aan je gomoro fara fu set up story dati. Oké. Is er een nummer waarop men kan registreren? Hoe zit dat? Denk telefoonnummer van de smaka mek contact, fu registreer, fu domein na nga activiteit disi. Dat na 8560440. En voor Karina Sranatongo, Aitin, Fifi, Sixi, Noti, Fo, Noti. Waarvan het nummer die kan met contact, dat na 89-17-24-7. Aitin, dus voor Karina Baga, Aitin, Negin, Wang, Sebing, Tu, Fo, Sebing. En het opotete een derde nummer, dat na Aiting, Neging, Neging, Fo, Sebing, Fo, Fevi. En dat je met contact na gaan voor de nummer DC, voor registreren, potuning. En met u doen sani, pe u virus restak dis na, een abo familie de matisan ekona wang, na gaan adenki taki, kansen moest gide, de gide kans arme. En zo zeer je gelijke kansen moest degi a heerli bij makandra. En dat na zou ons doen, dan gaan we zeer je. Onder een drankje en een hapje, de mij daar gaan no? Ja, ja. Hoe organiseren we die story dat Heer Canapé, u bent zelf ook dichter.
Ja, ja. U heeft zoveel doorgegeven over de cohesie die er moet zijn, de eenheid die we moeten vorderen. Als we moeten kijken naar het stukje van dichten, hoe zou u dat doen? Wat zegt u? Kort. Zo. Teu wakafara. Afiti. Futeku wa momenti hariblo. Na iluku ofara yi wakakomopo. Omembrochi ibrong nanga omembrochi tang. Te uwaka to udoro wa mbapalde momenti. Afiti, futapi ayara blodi egiuli bitapa momenti dati. Maso serefi, abung, fusabi den anu, di yuori, den mofo, di yubosi, den skin di yubrasa, maso serefi de wang di hori yumoro tranga ina libi. Gedurende amoro tranga tengfa libi. En de afgelopen 4,5 jaar is dat geweest. Want tranga teng, furu koskosi, furu disi, furu dati. Maar zo schreef je in een schreef ten disi, je bent maar die altijd tang ondersteun voor die akkracht die taki. Het kan en het zal lukken. Met kugo moro fara, nanga abob. En dit maar dat je tankari, dan ik denk ook zien nanga unut op 22 november. Je bent een familie, je bent een broer, je bent een zus, je bent een abob familielid en we houden van je. Kom met kugo moro fara.